Zeeland kiest, de verkiezingsserie van Omroep Zeeland en de PZC, werd vandaag afgesloten met een debat tussen de Zeeuwse kandidaten voor de Tweede Kamer. De SP en de PVV hadden afgezegd, maar verder waren alle grote partijen vertegenwoordigd. Volgens VVD'er André Bosman en PvdA'er Albert de Vries is het belangrijk om Zeeuwen in de Tweede Kamer te krijgen. Het is juist belangrijk, zeker voor Zeeland, om die lokale, regionale kandidaat in Den Haag te krijgen. Dus ik hoop van harte dat mensen toch lokaal, regionaal gaan stemmen. Nou, Zeeland wordt heel vaak vergeten in Den Haag. Bij ons zijn de aantallen kleiner, de afstanden groter. En toch moeten we het doen met de regels van Amsterdam en Rotterdam. En dat werkt lang niet altijd hier. Een uitgebreide terugblik op Zeeland kiest vindt u zaterdag in de PZC.